Goeiedag, Dutch Games hier, ik ben Walt en we gaan weer verder met Rage. Vorige keer hebben we Juno geholpen om haar dierbaar iemand te vinden. Maar ja, die was overleden of opgegeten door van die mutanten of wat dan ook zijn. En in de ruil daarvoor kon ik deze mensen helpen die ziek waren. Daardoor kreeg ik medicijnen terug. Wat we nu gaan doen, dat is met Dan Hager praten. Kijk wat hij voor ons heeft. Ik ben echt een zo'n persoon, ja. $100. Yeah, yeah. Daar word ik blij van. Ja, ga maar praten. Ik praat niet terug. Halek, onze junkie, zit daar beneden. Hij is die acte man. Truth is, not a bad vehicle, but see, it needs work parts. The work I can do, but the parts you're gonna need to get. Johan, back at the Outrigger settlement, should be able to. Dat zat er al aan te komen. Dan gaan we nu. Nu heb ik wel opgelet eens een keer. Nu gaan we een buggy krijgen. Alleen, ja, die heeft onderdelen nodig. En ja, die moet je ergens vinden. En waar je die kan vinden, daar gaan we nu heen. Oh, trouwens, we hadden ook nog side mission naar doen als we handig doen. Herinner me opeens plots. Niet crashen, daar ben ik niet zo van. Maar waar gaan we nu heen dan? Klopt het wel? Oh ja. Dan gaan we knokken, maar. Give Johan the list. Oh, dat is Johan. Ja, nu praat je wel met me, hè? Je wilt gebruikt worden, dat is het. Weet, geef gewoon mijn auto, dan hebben we dat gezeik ook weer opgelost. Kun je weer bezig met je werk? Oh, dat is leuk, gaan we bandits afknallen. Maar hoeveel money hebben we eigenlijk? Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Want ik heb nog geen zin om erheen te gaan. Ik ga iets anders doen. Dikke jongens. Bad boys. Maar. Hey, Lockrunner. Altijd handig. Oh, we hebben shotgun en die. Oh, dat is wel goed. Nee, ik dacht joh, anders koop ik even, ga je die missie halen, heb ik misschien wel geld. Die side missie heb ik misschien geld om die assault rifle te kopen, maar ik heb shotgun, dus dat zit wel goed. Oké, dat deed ik niet expres. Echt niet. Gewoon die turbo, weet je wel, soms gaat die turbo iets te hard. Misschien wel handig als ik een wapen selecteer. Oh, ik heb trouwens weinig kogels voor me. Nou, dan ga gewoon. Beetje uitdaging is goed. Is ook leuk. Leuker. We gaan gewoon een beetje speed er doorheen. Hoppa. Hoppa. Een beetje quickscope. Hoppa. Oh shit. Wie is daar? Headshot. Weer kogels koppen, hè? Headshot. Oh, die gasten zijn nu veel. Oh, wacht, het is ook Fatboy wat ik nu gebruik. Dacht al. Ook al gaan ze kogels koppen, dan zijn ze nog niet in één keer dood. Nou ja, ik moet wel echt raak schieten, want ik heb er weinig van die dingen. Oké, weet je wat? Charge! Ja, dat is zuur. Gewoon uitrooien die soort van mensen. Leef gewoon samen, leef gelukkig. We hebben net een ramp. Ik denk dat deze gasten die die weten niet anders trouwens. Ik wel, want ik leef denk ik nu zo'n 150 jaar of zo. Toch? Ik leef toch 150 jaar?
ook niet kunnen praten. The Wasted Garage. Daar moeten we zijn. Nou, dat laden duurt gelukkig niet al te lang. Kan ermee leven. Maar nu wordt het denk ik een tricky part. Wat ik wel jammer vind is dat je veel pop-up hebt. Volgens mij heet dat zo. Niet dat ik nu slim wil klinken of zo. Misschien klink ik nu wel hartstikke dom dat ik het verkeerd zeg. Dat het niet zo heet. Maar elke keer als je dan beweegt, dan moet hij weer laden. Met de details. Maar ja, dan mag de pret niet drukken. Even kijken. Verder nog spullen. Hoe kan hij mij in godsnaam horen? Ik loop je chill. Dat ding maakt nog meer lawaai dan ik. Maar ja, als ze dood willen, gaan ze me dood. Maakt mij niet uit. Tools, pistol rounds. En bier, statiegeld, altijd handig. Vanmiddag me even langs Appie Heijn. Hoppa, plus. Oké, we gaan charge. Zo kun je die gasten. Kom maar. Hey. Ja, dan moet je niet weglopen. Ik had gehoopt dat je bleef staan. Oh, 360. Hij maakt echt zo'n dikke kickflip. Jij ook al kickflip. Wow, het zijn er veel. Ik moet niet te veel kogels spelen trouwens. Ik wil jouw geld. Ja. Oh fuck. Ja, laat me even water hier laden. Hoppa. Dood. Ja, die dikke jongens doen het goed joh. Die fat boys. Die bad boys. Kijk, gewoon one shot, one kill. Geen one shot, one kill. Ik ben achter een muurtje. Die kan me niet zien. Oké, wie wilde gecharged worden? Jij wilt gecharged worden. Dood. Oh, die gasten zijn echt slecht naartoe. Niet spotten met deze jongen. Oké, we gaan even snijpen, want snijpen 1. Oh, quickscoping, hoppa. Ja, ren maar weg. Lijkt echt naar de komen. Niet dood? Nu wel dood. Staat zijn geld. Ah, mijn dikke jongens zijn bijna op. Nog 3 kogels. Ah, ik heb het idee dat ik op missie of zo. Gewoon nog 1 bierflesje. Want ze waren met veel meer. Ik heb veel vet weinig bierflesjes. Zelfs er niet zoveel geld voor. Oh, mis. Oh, dat doet pijn in je gezicht. Waar komen die gasten vandaan? Ja, als je. Ik vind het prima als een keer om met jullie een biertje te drinken. En nodig me dan gewoon uit. Dit moet ik denk ik niet aanraken. En dat ook niet kapot schieten. Nog gratis spullen. Bier? Ja hoor, bier. Wine? Ze drinken ook wijn. Nee, dat had ik nou weer niet van ze verwacht. Alternaten. Dat zou zomaar een onderdeel kunnen zijn voor mijn buggy. Zo. Bleef hier spoken of zo. Zomaar gaat de deur open. Oh nee. Wat zeg jij? Oh, quickscoping. Oh, nog 2 kogels. Die moet ik echt goed bewaren. Kom maar, ik hoor jullie wel praten hoor. Alsof jullie niet wel praten. Dat, Ja, van. Ah! Dat was wel een hele faal. Kom maar, ik. Nee, niks one down. Oh, ah! Oh. Hier. Vangen. Die dingen zijn rete sterk. Oh, dat zag er wel bruut uit. Jij niet. Small objects.
opjukt. Radio, je moet natuurlijk... Ja, ja, bier. Kijk. Ik ga vaak hierheen, joh. Die gasten hebben vet veel bier. En wijn. Ah, wijn heb je ook statiegeld aan. Hoppa. Oh, mazzelkom. Ja, nu moet ik even mijn... Mijn fat boys met rust laten. Oh, jij was nog niet dood? Oké. Okay. Prima. Nu wel. Ha. Nog gratis spullen? Doen we niet meer aan gratis spullen. Oh, hier kwam ik vandaan. Ja, hier kwam ik vandaan. Oké, okay, ik kan voor mij een loggrinder maken. Gaan we even doen. Ah, zo zie ik eruit. Kijk. Is niet mooi. Beetje stem verheffen, altijd goed. Close racks. Granaten. Ik vind het mooi like, dat die gasten gewoon uit elkaar spatten als je een granaat gooit. En dat hoort ook. Oké, okay, kop eraf. Buiten. Ik kom echt als een Rambo er binnen. Hallo, tunk, tunk. Oké, okay, dood. Voor mij kan ik met dat potje en dat andere tape. Ja, dan kan ik dat tape maken. Oh, wou je me bang maken? Oh shit, je maakt me wel echt bang. Oh, krijgen we dit weer? Oké, okay, maar dat was best wel slecht van me. Kan beter. Oh, die zijn allemaal dood. Oh! Had ik er nou twee? Of leek dat maar zo? Ja, ik had er wel twee. Hier kun je niet op. Terwijl dat toch wel echt makkelijk moet kunnen. Maar oké. Okay. Dan Tony. Verder alleen nog maar vuur. Gaat spullen. Kijk, hoppa. Die kun je altijd weer verkopen, weet je. En dat is gewoon makkelijk. Ook al soms moet je gewoon betalen voor spullen. En het is toch altijd handig om wat klein geld op zak te hebben. Kijk, zoals dit. Gaskan. Een gascan. Nee. Deurtje open. Ja, ik zag het wel weer. Bash TV, is dat een... Al vet, ze hebben hier gewoon nog steeds hun eigen zender. Hoeveel zenders zouden ze hebben? Zouden ze ook al die zenders hebben die wij hebben? Voor mij hebben ze me nog niet gehoord. Dus ik pak wat ik pakken kan, zoals bier. Die gasten zetten het wel op het zuipen hier, joh. Even kijken, hier nog gratis spullen. Oh shit. Hoppa. Ja, toen was je dood. Ah, hij zag mij en meteen weer weglopen. Jongen. Ja, daar gaat hij zitten. Alsof ik dat niet weet. Oh, die gasten maken altijd kickflips, weet je wel. Echt van die stuntman zijn. Ja, zijn we klaar met schieten? Denk je niet van, hé, weet je wat, die walt is gewoon te goed. We laten hem op rust. Die was raak. Niet die bierflesje kapot. Ah! Ik wou niet zo'n bierflesje kapot schieten. Dat is zonde, hè? Statiegeld. Gelukkig zijn er nog een paar over. Ja. Yeah. Die gasten hebben trouwens ook geld zelf, dus ze hebben wel geld om bier te kopen. Dat zie je ook, want ze hebben best wel veel bier. Nog meer bier, kijk, dit is echt de chillings. Ik denk dat ze hier alleen ruzie hebben gehad. En hier slaapt ze, het is niet echt heel comfort. Even kijken, waar moet ik nu heen? Hierheen. Ik voel het aan mijn water. Nee joh, ga gewoon naar huis, weet je, no problem. Hey!
Ik ga niet op jouw granaatje likken. Zegt hij gewoon, lik mijn granaat. Ja, dat kan ontploffen, maar moet ik wel raak schieten. Oh. Maar het geeft licht. Hey. Een destruction cap. Ja hoor. Wat met hier? Oké, dat hoort. Hoe zit het daarmee? Voor mij kom ik daar nog. Nee. Of, huh? Ik wil naar die kamer toe. Ja, dat doe je hier. Oh, kan niet. Dat was even jammer. Heble, heble. Je kan me niet zien door de muur, vriend. Kijk, oké. Geen gratis spullen meer. Ah ja, in ieder geval. Ha, ik zag je wel lopen. Oh, dat was wel leuk, hè. Ja, dat was je helm. Kom maar. Goed zo. Dat zijn gewoon normale kale gasten. Zo van die bad boys. Hop. Van elk schot gewoon even reloaden. Ja? Gaan we dood? Afgesproken. Mooi. Zo, even die speed erin zetten. Nog gratis spullen? Ja hoor, hier nog gratis spul. Ik wil nog meer gratis spullen. Nog meer stuff. Nou, hier doen ze dus een behoefte ofzo. Het is echt... echt luxe, man. Dit is ook... Ping Ping My Ride. Is een beetje Forza Building Contest. Zo. Is vast Erik mee bezig. Als je die video's nog niet hebt gezien, kun je ook kijken op ons kanaal. Dus vergeet die niet te kijken. En ook als je hem leuk vindt, groen duimpje te geven. Maar ik ben nu dus een beetje aan het zoeken. En die gast kan echt niet rijden dus. En ik hoor hem roepen om granaten, hoorde je dat? Hoorde je dat? Hij zei granaten! Of hij zei shotgun. Oké, hier, vangen. Ja, klaar. Oh. Ik weet niet. Oh, dat moet ik dus niet doen. Dat was echt dom. Dat ook. Dat was ook dom. Oh. Oh, die ging wel mooi dood. Ja, vangen. Oh, jongens. Ik ga je dood, hier. Oh, is dit een soort van eindbaas of zo? Want het is heel erg heel uur dan. Ah, moet gewoon wachten tot hij is uitgeschoten. Of we droppen hem nog een granaat in zijn hoofd. Ah, ik ben er dood. Hij schiet zijn eigen dude. Wat een mongol zeg. Ja. Zo, die vent heeft echt getraind volgens mij met bulletkoppen. Oh. Die vent had shotgun gek. Ja, hier, 2 buckshots. Wow, dan heb ik er 4. Kijken, wat hebben we nog meer? Ah, dit is ook mooi.
Verder nog iets dingen of andere dingen, hardware pack, nee dus. Prison Assembly. Assemble. Is gewoon een Frans spel. Jij was dood. Nu wel. Nou, dat vind ik een mooi einde. Nee, vind ik niet een mooi einde. Maar ja, we gaan de volgende keer verder. Volgens mij is het einde van het spel. Of ja, spel, wat zeg je nou? Het einde van het level. En dan gaan we weer naar buiten. Beetje free roamen. Maar als je deze video leuk vond, geef het een groen duimpje. En probeer. Nou, abonneer op ons kanaal. Ik verspreek me een beetje, maakt niet uit. Maar abonneer op ons kanaal. Op ons kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Yo.